Naaien, steken, zetten en breien. Iedereen die dat wil, maar daar zelf niet de apparatuur voor heeft, kan terecht in de textielwerkplaats Studio Draadkracht aan de Oosterhamrinklaan. Morgen opent wethouder Roelands van der Schaaf de werkplaats officieel, maar geïnteresseerden konden de afgelopen tijd al tijdens de openingstijden binnenlopen om onder begeleiding of zelfstandig aan het werk te gaan in het naaicafé. Ons idee is dat wij graag willen dat wij voor iedereen toegankelijk willen maken dat zij kunnen naaien achter een naaimachine. En niet alleen achter een gewone naaimachine, maar ook bijvoorbeeld een industriële machine of een lokmachine. Machines die ze meestal niet thuis hebben. Dus dat is de reden waarom wij opgericht zijn. Iedereen kan terecht in Studio Draadkracht. Jong of oud, man of vrouw, beginner of gevorderd, iedereen is welkom. Dat klopt helemaal. Het is eigenlijk voor iedereen. En dat wij hebben van tevoren bedacht, ja, wat willen wij eigenlijk zijn? We hebben een aantal kernwaarden, zoals men tegenwoordig genoemd, geformuleerd. En één daarvan is dat we ook laagdrempelig willen zijn. Dus mensen bijvoorbeeld met een stadjespas, die kunnen korting krijgen bij ons. Er wordt al volop gebruik gemaakt van het naaicafé. We hebben bijvoorbeeld iemand gehad die bijvoorbeeld een motorpak maakt. Iemand die een fietstas aan het repareren is. Iemand die langskomt en zegt van, ik heb een hele leuke jurk en die wil ik graag nagemaakt hebben. Nou, die kan men natuurlijk een cursus volgen, maar je kan ook zeggen, nou, ik kom naar het naaicafé en ik ga zelfstandig aan de slag. En als ik er niet uitkom, dan krijg ik begeleiding hier. Ook kinderen kunnen terecht bij Studio Draadkracht. We hebben een kindercafé, dat is elke vrijdagmiddag. En in de vakanties is dat gratis. En buiten de vakantie kost dat €3,50, maar met zatjespas kun je weer korting krijgen. En dat het in de vakanties gratis is, dat komt omdat wij daar geld voor gekregen hebben via het wijkoverleg. Er zijn hier natuurlijk een hele hoop vrijwilligers aan de slag om dit allemaal mogelijk te maken. Wat drijft u om dit te doen? Nou, ik had zelf een droom een aantal jaren geleden al. En die droom was dat mijn rode draad in mijn leven is onder andere dat ik naaien heel leuk vind. Maar dat doe ik dan alleen. En ik denk, nou, dat is eigenlijk best saai. Het zou leuk zijn om een plek te hebben waar je meerdere mensen bezig zijn met naaien. En ik denk ook van, er zijn misschien mensen die het niet de mogelijkheid hebben om een eigen apparatuur te hebben of niet klein behuis zijn. Ik denk, wat is het mooie als we een plek hebben waar mensen daarvoor terecht kunnen. Wethouder Roeland van der Schaaf verricht morgenmiddag om 16:00 de officiële opening van Studio Draadkracht. Over de rest van het programma willen ze echter nog niet al te veel kwijt. Ja, eigenlijk wil ik het ook nog een beetje geheim houden wat we precies gaan doen, dus dat ga ik niet vertellen.